Ik was inkoper en stylist, ben ik begonnen in Hongkong. En van daaruit heb ik verschillende reizen gemaakt. Toen ik weer thuis kwam, zei mijn vrouw van, je moet dus weer gaan fietsen. Toen hebben ze me gebeld van de KWU en van een belangenvereniging voor veteranen. Of ik nu geen wedstrijden hier in de buurt wou rijden. En toen zei ik van, nou ja, goed, dat wil ik wel doen. Het fietsen ineens, twee dingen mooi. Het geeft je vrijheid. Je moet je grens verleggen en je moet daar heel veel voor doen. Ik had een gemiddelde ongeveer met training van 32, 34 kilometer per uur. Ik had nog een topconditie voordat dit overkwam, toen de fout van het ziekenhuis. Ik was aan het trainen voor het wereldkampioenschap veteraan bovenop de berg. Kreeg ik een steek in mijn kuit. Het was een zweepslag waarschijnlijk, maar of ik maar even naar het ziekenhuis zou gaan. Maar de voet werd hoe langer hoe dikker. En toen heb ik verschillende keer aan het ziekenhuis gebeld, maar nee, ik moest gewoon thuis blijven. De vriend van mij, die toevallig hier was, die zei, en mijn vader die zei ook van, nou ja, dat is niet goed, we moeten naar de dokter, we moeten naar het ziekenhuis. Nou, en toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en toen was dat te laat. Ik heb het naast me neergelegd. Ik heb gezegd, ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt op de stoel gaan zitten of weet ik het wel. Maar je kunt ook bellen of ik ingeschreven kon worden voor Klimmendal. Om daar de behandelingen op te pakken. Omdat ik zo lang in het ziekenhuis gelegen had, kon ik niet dit been strekken. Die ging mijn voeten steeds buigen, verder buigen en weer buigen. En dat deed verschrikkelijk zeer. En, maar ja, gewoon doorzetten. Totdat ik zo ver kon buigen dat ik kon lopen. Als ze dat niet hadden gedaan, dan had ik nooit meer dat kunnen buigen. Deze spieren moeten weer opgerekt worden. Die waren te kort om goed te kunnen fietsen. Op het hoogste punt van de trappen om te slaan. En dan moet ik dus overwinnen. Steeds die tik. En in dat stadium ben ik nu bezig. Ik heb doorzettingsvermogen altijd gehad. Maar dat heeft ook met mijn geloof te maken. Je moet door die pijn heen. En anders kom je er niet. Als je geen doorzettingsvermogen hebt op Klimmendal, kom je er niet.